dag alsof het zijn laatste dag is, hè? Ja, nou, dat is het allerbeste. Hey Anneke, ja. De camera loopt al. Oh jee. En het is een bijzondere dag vandaag, hè? Want jij wist niet dat ik zou komen en ik wist niet naar wie ik toe ging. Nee. En nu zitten we samen in de kantine van de HEMA in de Lange Delft. En jij hebt 35 jaar bij dit bedrijf gewerkt en het is nu je laatste dag. Klopt dat? Het is nu mijn laatste dag. Ja. Dat klopt helemaal. Ja. Maar 35 jaar bij de HEMA, wat gaat er door je heen? Ja, dat schrik je, 35 jaar. Ik zeg, ik heb er nooit geen problemen mee gehad. Maar gisteren dan de klanten zeiden van, je laatste dag. Ja, morgen is mijn laatste dag. En dan vragen de klanten vaak van, hoe lang heb je er dan gewerkt? En toen moest ik zeggen, 35 jaar. Toen schrok ik me eigenlijk rot. Jeetje, 35 jaar. En waarom heb ik 35 jaar alleen maar bij de HEMA gewerkt? Maar heb je het dan s'avonds ook bedacht van? Want het zegt natuurlijk toch iets over, was het geen slechte baas voor jou? Nee, zeker niet. Je lijkt me tenminste wel een vrouw die, als het niet bevalt, dat je gaat. Zeker het zegt. Ja, precies. Maar dat betekent dus, je hebt het wel altijd naar je zin gehad bij de HEMA? Ik heb het meer naar mijn zin gehad dan dat ik het niet naar mijn zin heb gehad. Ja, bij elke baas heb je natuurlijk wel wat. Ik ga niet zeggen dat het allemaal koek en ei was. Nee. Dat is ook heel logisch. Maar ik ben dan wel benieuwd, de 35 jaar, wat is dan voor jou... En vroeger zaten jullie natuurlijk bij de oude bioscoop daar zo, een stukje verderop. Ja, en klopt, nu in het oude pand van de Vrome Dreesman. Dus ik vind het ook heel leuk dat ik hier even binnen ben. Dat maar snap ik. Maar als jij daar nou op terugkijkt, is er dan heel veel veranderd in die 35 jaar? Ja, heel veel. Zeker de laatste 8-9 jaar is het wel allemaal in een stroomversnelling gegaan. Met voor- en met nadelen. Ja. Met voor- en met nadelen. Maar als je dan, want heb je ander publiek of bedoel jij meer dat het nu gewoon een ander management en zo natuurlijk, dat is ook allemaal wel veranderd? Alles, hè. Ja. Heel de wereld is veranderd, hè. En zeker in de detailhandel is er heel veel veranderd. Dat is gewoon zo. Ik hoor het ook regelmatig van je collega Nicoline, die spreek ik regelmatig. Ja, dan hoor je gewoon een beetje hoe het op de werkvloer. Ja, daar gebeurt toch van alles en nog wat. Veel verschuivingen ook. Ja, ook. Maar als je nou zo, en daar lezen mensen natuurlijk ook wel over in de media. Maar als je nou hebt over jouw persoonlijke hoogtepunten zo hier. Als jij nou zegt van nou dat was toch echt een dag of een bijzonder moment. Of kan je zoiets voor je halen? Ja, er zijn er zo heel erg veel. Heel erg veel. Ja. Maar als iemand nou zegt 35 jaar heen, maar noem eens een paar dingen op die, die je echt voor goed zullen bijblijven of zijn bijgebleven. Nou, ten eerste toen we de verhuizing hadden van het oude pand naar dit pand. Ja, dat was al een hele belevenis natuurlijk. Die hele winkel die moest leeg. Die moest hier weer helemaal opnieuw opgebouwd worden. Ja, dat was een hartstikke leuke tijd. En toen gingen we natuurlijk van één verdieping naar twee verdiepingen. Dat was echt een hele verandering. Niet altijd voordelig voor ons. Want soms om 5 uur zag je pas van, oh, die collega is er. Die had je dan een hele dag niet gezien. Terwijl als je natuurlijk één vloer hebt, dan zag je elkaar altijd natuurlijk. Ja, ja. Dat vond ik zelf wel een beetje een nadeel, dat we naar twee verdiepingen gingen. Ja. Want ik heb nog een paar jaar even in Vlissingen gewerkt. Daar had ik weer één verdieping. En ja, dat biedt voor mij meer voordelen. Ah, en wat zijn dan hoogtepunten? Ja, ik zou er zo 1, 2, 3 niet één op kunnen noemen. Maar je hebt natuurlijk met talloze Middelburgers contacten opgebouwd. Je hebt je vaste klanten hier enorm veel, denk ik. Ja. En onder elkaar hebben we natuurlijk codes die we met elkaar afspreken. Ja, ja. En ja, dat is gewoon geweldig. Het is supergezellig, het team ook. Absoluut. Ja. Absoluut. En volgens mij, want de Nooie, dat klinkt als een echte Walgense naam. Ja, dat klopt. Is het RMU of is dat geen RMU? Mijn man kwam oorspronkelijk uit Vlissingen. Uit Vlissingen, ja. Ja, dat mag je eigenlijk niet zeggen. Nou, maar jij klinkt... Van Middelburg is, hè? Nou ja, nee, maar waarom? Ik bedoel, je woont zelf in Soeburg. Ja. Maar ik ben meer voor Middelburg, eerlijk gezegd. Ja, dus als je boodschappen gaat doen, dan kom je naar ons. Middelburg, nou, absoluut. Dat is heel goed om te horen. En dat zeg ik niet omdat ik nu dat moet zeggen, maar dat is echt waar. Hey, en Anneke, nog een laatste vraag, want we moeten het natuurlijk niet al te lang maken, maar dat is dan altijd de vraag van wat ga je nou doen? Want, niks. Helemaal niks? Niks. Lekker rustig op de lauweren. Zeker de eerste 3 weken. Ik heb al jaren geroepen, als ik met pensioen ga, zijn de eerste 3 weken zijn voor mij. Ja. Laat naar bed, laat eruit, met mijn badjas op de bank. Oh, kijk eens, wat lekker. En dat is echt, en dat ga ik ook echt doen. En natuurlijk, ja, want je kinderen ken ik ook wel een beetje. Ja. Daar, tenminste, één van je kinderen. Ja. En, maar die zie je ook regelmatig toch? Ja, zeker weten. Ik doe vaak met Peter wel eens een heel heftig leuk concertje bezoeken. Oh ja, hou je ook nog wel stevige muziek? Ja, zeker weten. Oh ja? Ja, daar houdt hij ook wel van. Ja, en ik ook. Van. Ja, dan moet je maar eens een keer meekomen. Daar pes je me niet mee. Oh, dat vind ik interessant. En misschien kan hij ook nog wel zo gek krijgen om een keer mee te gaan kitesurfen. Dat doet hij ook graag. Nou, kitesurfen, dat vind ik nou net een beetje een stap over de top. Ja. En zelfs al hier naar gaan kijken, dat vind ik nogal wat. Want altijd koud. Ja, dus, ja.
En dan heb ik natuurlijk ook mijn dochter en mijn kleindochter en mijn schoonzoon nog in Schoren. Ja, daar ondernemen we ook. Je gaat je niet vervelen en als je wel verveelt, dan ga je genieten van het vervelen. Nee, dan ga ik gewoon niks doen. En precies. Dat verveel niet. Nee, nou heerlijk. Nou Anneke, ik dank je hartelijk namens alle Middelburgers voor al die jaren hier. Je hebt heel veel mensen bijgestaan en raad gegeven en geholpen. Weten. Graag gedaan altijd. Ja, nou en ik wens je natuurlijk ook het allerbeste voor de komende jaren. Dat je er veel van mag genieten en... Dat gaat goed komen. En dat je straks door je collega's ook nog een beetje het zonnetje wil gezet. Maar ik zag al, het zit erop en daar hingen al slingers achter de balie. Ja, dus... en ik heb al heel veel bloemen ook van klanten gekregen. Dus, en een rollator van mijn collega's. Dus ik bedoel, een rollator? Voor de toekomst zit ik ook al helemaal. En van de baas nog een gouden handdruk, ja, dan ben je rond. Ja, dat zal vast ook nog wel komen. Nee, over mijn baas heb ik ook zeker niet te klagen. Nee, heel goed. Dankjewel voor je tijd en het gaat je goed. Dank je.